rode planeet. En we kijken ernaar vanaf de aarde en dan zien we hem razendsnel bewegen ten opzichte van de sterren. Die witte pijl die geeft de beweging aan gedurende 41 dagen dat ik hem volg. En je ziet, hij trekt ten zuiden van de Pleiade langs. Onder die Pleiade door schuift hij langs. Pleiade, een prachtige open sterrenhoop, groep sterren die bij elkaar horen. Juweel aan de hemel, vooral in een verrekijker. Maar met blote ogen is hij al goed te zien. Kun je kijken hoeveel sterren je kunt onderscheiden. 6, 7, 8, een enkeling 9. Maar hij heet ook wel de Zeven Zusters. Veel mensen zullen waarschijnlijk 7 sterren inzien. En hier volgen we Mars op zijn trip langs de sterren. Even kwam de maan ook langs. Gedurende 41 dagen volgde ik die beweging van Mars aan de sterrenhemel. Maar ja, er vielen natuurlijk wel wat avonden af, in totaal 7, door bewolking. Er zijn ook avonden dat heel slecht helder was, heel veel wolken in beeld. Op die avonden zie je hier maar weinig sterren. Maar hij is de hele periode goed te volgen. Mars beweegt heel snel aan de hemel. En hier is een hele andere manier van weergave. Hier heb ik de positie van Mars gefixeerd, vastgepind op een vaste plek in het beeld. En dan schuiven de sterren langs, met name natuurlijk die Pleiaden die langs schuiven. En dan licht ik er een paar avonden uit, zoals die van 6 maart. Dit is het resultaat van een telelensfotootje, een heel licht telelensje. Kun je wel mooi nog op inzoomen en dan krijg je al veel meer sterren ook in de Pleiade te zien. Maar nu schakel ik over op het resultaat van een veel grotere telelens. Dan kun je weer inzoomen en dan krijg je echt de Pleiade in al zijn pracht te zien. En dan zie je ook heel wat meer sterren als die 7, 8 of zo die je met blote oog kunt zien. En toch zijn dit geen opnamen waarbij ik op de sterren heb gevolgd. Het zijn allemaal hele korte belichtingen. Maar wel elke keer een reeksje wat ik dan combineerde tot een aanmerkelijk beter resultaat. Een reeksje van een tiental opnames steeds. En in het geval van die telelens amper 1 seconde belicht. En nog een bijzondere avond was 18 maart. Toen kwam de maan langs. En je ziet dat er een cirkel rond de maan zit. Een beetje kleurrijke cirkel. En dat komt doordat het maanlicht door de wolken komt. En in die wolken zitten regendruppels. En door een proces dat heet buiging of diffractie, krijg je dan de vorming van zo'n krans rond de maan, een corona, zoals het ook wel heet. Populair woord tegenwoordig. Maar goed, daar is de Pleiade, sterroep en de planeet Mars. En je ziet onder Mars zie je sterren in de vorm van een letter Y, een Griekse Y. En dit is ook een open sterrenhoop, de Hyade, sterren wijd uit elkaar. En die heldere ster daar is Aldebaran, ongeveer even helder als Mars op dit moment. Mars kan veel helderder worden tijdens een oppositie, zoals dat heet. Maar goed, een dag later is de maan al helemaal opgeschoven naar het andere eind van het beeldveld. Pleiade nog steeds rechtsboven. Maar ook Mars heeft zich in dat etmaal verplaatst. En dat kun je goed zien als we inzoomen.
let maar op de positie van Mars ten opzichte van die Y.